Heeft jouw bedrijf een lening ontvangen? Dan maak je deze aan bij Geldzaken bij Ontvangen Leningen. Stel, jouw bedrijf heeft 5.000 euro geleend die je pas over een jaar hoeft terug te betalen. We gaan dan eerst de lening aanmaken. Klik hiervoor op Geldzaken in het hoofdmenu. Klik bij Ontvangen leningen, voorzieningen op plus toevoegen. Geef bij omschrijving de naam van wie je de lening hebt ontvangen op, in dit geval GeldBV. En geef aan om wat voor type lening het gaat. Ik kies voor een lange termijn lening omdat er pas over een jaar geld hoeft te worden terugbetaald. En sla de lening op. De lening is nu toegevoegd bij Geldzaken. We gaan nu de hoogte van de lening instellen. Ga naar Nog te doen en klik op je bankrekening. Klik op Inboeken bij de bijschrijving van de lening. Klik op Maak boeking in de geopende bijschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking. Kies als boekingssoort Balans en als categorie de net aangemaakte lening. En klik op Opslaan. Bij Geldzaken zie je nu dat je een ontvangen lening hebt ter hoogte van 5.000 euro. Ga je geld terugbetalen aan je geldverstrekker, bijvoorbeeld 1.000 euro, dan ga je de afschrijving op je bankrekening als volgt boeken. Klik op Inboeken bij de afschrijving van de betaling aan je geldverstrekker. Klik op Maak boeking in de geopende afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking. Kies als boekingssoort Balans en als categorie je ontvangen lening en klik op Opslaan. Je ziet nu dat de lening minder is geworden. Je hebt immers een deel afgelost. Betaal je naast aflossing ook een deel rente, dan moet je de rente apart boeken. De rente die je betaalt verlaagt immers niet je lening, maar het zijn kosten voor je bedrijf. Je kunt de rente direct bij het maken van de boeking boeken. Maar het is veel makkelijker om alleen in december een correctieboeking te maken voor alle rente die je in het hele jaar hebt betaald. Stel je hebt 240 euro rente betaald. Je maakt dan de volgende correctieboeking. Klik op Boekingen en op Plusboeking en kies een kostenboeking. Zet de categorie op rente en bankkosten en geef een omschrijving op. Vul bij totaalbedrag 240 euro in, de rente die je dat jaar betaald hebt. Zet de factuurdatum op december van het jaar. Haal het vinkje weg bij leverdatum is gelijk aan factuurdatum. En vink aan, leveringsperiode is langer dan een maand. En vul de start- en einddatum in. Gaat het over een heel jaar, dan is de startdatum januari en de einddatum december. Jort gaat nu de rentekosten per maand in je administratie opnemen. En klik op Opslaan. Je hebt de kosten geboekt en gaat nu opgeven hoe ze betaald moeten worden. Klik op de net gemaakte boeking. Klik bij de mogelijke koppelingen op, geef aan dat de boeking is betaald met en klik op de ontvangen lening. Kijken we bij Geldzaken, dan zie je dat de lening nu is opgehoogd met de rentekosten. De lening laat nu precies zien hoe hoog deze nog is. En gaan we via rapporten naar de winst- en verliesrekening en klikken we op rente en bankkosten, dan zie je dat er nu voor elke maand een boeking is gemaakt voor de rente die je hebt betaald.